Zo zag de allereerste tv-uitzending eruit op 31 oktober 1953. Het was een nieuwsprogramma, zoals het journaal nu. En de beelden waren in zwart-wit. Je kon toen maar op bepaalde momenten naar tv kijken. En je kon niet kiezen wat je keek, want er was maar één zender. Er waren ook al kinderprogramma's op woensdagnamiddag en op sommige avonden. Goedenavond, beste vriend. Ja, inderdaad, dat is goedenavond. Hè. Daar zijn we niet gewoon. Goedenavond, weg zijn jongens. Wat later kwamen er ook series om met de hele familie naar te kijken, zoals Kapitein Zeppos. Kapitein Zeppos, die gaat zeker naar de winkel van oom. Vanaf de jaren 70 was er beeld in kleur op tv. En er kwamen al maar meer kinderprogramma's. Eind de jaren 90 kregen jullie dan eindelijk een eigen zender, Ketnet. Dag allemaal, welkom bij Ketnet. Ja, televisie is in 70 jaar tijd heel hard veranderd. Er zijn veel zenders bijgekomen en nu kan je altijd kiezen wat je kijkt en wanneer via streaming, zoals op Netflix, VRT Max of in de Ketnet-app natuurlijk. Die was echt erg. Kijk, tof dat je naar deze video hebt gekeken. We hebben nog veel meer. Je kan het allemaal checken op dit kanaal, dus liken en abonneren maar.